Goedenavond, ik zit aan tafel met Bram van den Boogaard, jeugdleider, en Max van Dieten. Jij zit bij de jeugd brandweer in Graven. Ik wilde jullie even wat vragen stellen over de jeugdbrandweer in Graven. En mag ik dan bij jou beginnen, Max? Hoe oud ben jij? 13. En jij woont in Ravenstein? Ja. Hoe kom je zo bij de brandweer in Graven terecht? Ja, ik vond brandweer al heel leuk. En toen wist ik dat er een jeugdbrandweer was. Toen wou ik gaan kijken waar die zat. En toen kwam ik hier bij Graven uit. Ja. En waarom vind je de brandweer zo leuk? Ja, weet ik ook niet. Ik had altijd interesse in. En is er iets? Is jouw vader brandweerman of iemand in de familie? Nee. Nee. Dat niet. Je vond het gewoon wel spannend? Ja, en leuk. Ja. En hoe lang zit je nu al bij de jeugdbrandweer? Bijna een jaar, nou. Een jaartje. En wat leer je nou allemaal hier? Ja, brandbestrijding vooral. En ja. Eerste hulp. Krijgen we ook. Een reanimatie hebben. Ja. En met hoeveel jongens en meisjes ben je bij de jeugdbrandweer op dit moment? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar er zitten wel meiden bij. Ja. We zijn met 16 personen zijn we op dit moment. En dat zijn verdeeld over twee groepen. De junioren, hè, waar Max bij zit. Dat zijn de jonge jongens van 12 tot 15. En dan hebben we de aspiranten. Dat zijn de jongens van 16 tot 18. En op dit moment hebben we sinds kort ook weer één jonge dame erbij. En daar zijn we heel blij mee naast al de mannen. Heel leuk, ja. Dus, begrijp ik goed, vanaf 12 is het toegestaan om bij de brandweer te gaan? Ja, bij de jeugdbrandweer zijn ze vanaf 12 jaar zijn ze welkom. Hè. Eigenlijk op het moment dat ze de basisschool gaan verlaten en naar het middelbaar onderwijs toe gaan, ja. Dan komen ze ook bij ons, of kunnen ze ook bij ons komen als jeugdlid. Nou weet ik dat niet alle brandweerkorpsen hebben een jeugdbrandweerafdeling, als ik het zo even mag noemen. Welke brandweerkorpsen hier in deze regio, Brabant Noord, Noordoost, praten we dan over? Ja, in Brabant Noord hebben we op vier posten jeugdbrandweer. Nou, dat is dan hier in Graven, dat is in Os, dat is in Vught en dat is in Heusden. En die hebben allemaal, net als wij, een jeugdleden uit heel de regio. Ja. Dus je hoeft niet per se uit de gemeente Graven te komen, net als sommigen, om hier bij de jeugdbrandweer te komen. Maar je mag ook uit Ravenstein, Mil, Schaik, Wangrooi, Kuik. Ja. Eigenlijk uit het hele gebied ontvangen wij jeugdleden. Is er veel animo bij de jeugd om bij de brandweer toe te treden? Ja, we zitten op dit moment op 15 jeugdleden. We hebben afgelopen december afscheid genomen van twee jongens die de leeftijd van 18 hebben bereikt. En dan moet je de jeugdbrandweer ook verlaten. Dus we hebben op dit moment één plekje vrij. En eigenlijk vult dat zijn eigen automatisch aan. Dat is ook Max. Die tonen interesse en die komen een keer kijken. En eigenlijk doen we heel weinig aan werving. We hebben een Facebookpagina, daar plaatsen we wekelijks iets op. En eigenlijk is dat het enige wat we aan werving doen. Ja. Is het dan ook zo dat alle jongens en eventueel meiden, als ze bij de jeugdbrandweer komen, ook allemaal echt doorstromen? Dus echt straks actieve leden worden? Nee, dat is niet allemaal. We hebben wel wat jeugdleden die zijn doorgestroomd, onder ik zelf ook. We zijn begonnen als jeugdlid en daarna doorstroomd naar de vrijwillige brandweer. Maar er zijn ook jongens die je ziet die eigenlijk heel veel voor de maatschappelijke verantwoording, heet het dan, die daarvoor dingen voor leren en waar ze meenemen. En niet iedereen wordt brandweerman of brandweervrouw. Maar we zijn een kweekvijver. En alle kennis die we ze leren, die geven we ze mee. Ja. En als ze later nog vrijwilliger worden, ja, vaak zie je dat jongens gaan studeren en dat ze dan op een later, of dames, dat op een later tijdstip toch nog brandweerman worden of vrouw. Ja. En als ze gesetteld zijn, zeg maar. Dus daar zien we wel die trend, gelukkig. Dus een aantal jaren bij de jeugdbrandweer, dan misschien even eruit, maar toch nog wel regelmatig weer terug. Of gelijk door, kan natuurlijk ook. Ja. Of vanuit de jeugdbrandweer, als je echt gebonden bent aan je plaats waar je woont, want dat is vaak de reden. Hè? Ja. Als je echt gemotiveerd bent en je weet zeker dat je in Max' geval daar in Ravenstein blijft wonen, dan zijn ze er vaak heel blij mee met die jonge jongens. Ik denk inderdaad, vooral als je overdag ook in de buurt van Ravenstein werkt, dat je heel welkom bent. Wat zou je daarvan vinden? Ja, leuk. Maar dat gaat nog een paar jaar duren, hè? Ja, dat wel. Ja. Wat is nou als je, ik kan me voorstellen dat je vriendjes hebt of op school misschien klasgenoten die zeggen van, joh, vertel eens, wat is er nou zo leuk aan die brandweer? Ja, dan zeg ik gewoon dat het gewoon leuk is om te doen. Maar wat is er nou zo leuk? Ja, de inzetoefeningen vooral ook, dat je iets doet en dat je veel leert. Dat je veel leert. En dan vooral hulp verlenen aan mensen. Ja.
Wat vind je nou het belangrijkste of het mooiste om te doen? Ja, dat is een goeie. Ik vind het allemaal wel leuk. Ja? Is het ook belangrijk dat de team waar je in zit, dat goed met elkaar overweg kan? Ja. Waarom is dat zo? Omdat je natuurlijk als ploeg moet gaan en dan moet je gewoon iedereen moet meewerken, anders lukt het niet. Ja. Hoe oud moet je zijn om straks te mogen uitrukken? Ja, dan moet je een minimale leeftijd van 18 hebben. Dat is in de wet vastgelegd. Dan moet je nog een opleiding manschap doen. Dus dat is de basisopleiding. Die duurt in de avond 2 jaar. Maar we zien dat de jongens die 6 jaar bij de jeugdbrandweer hebben gezeten. Ja, dat traject eigenlijk van manschap zo eenvoudig doorlopen. Omdat ze 6 jaar lang eigenlijk al door ons zijn getraind en voorbereid. Op het daadwerkelijk worden van brandweerman. Ja, dat ze daar, dat is eigenlijk het eerste gedeelte, zeker het stukje brandbestrijding, waar wij ons vooral op focussen met de jeugd. Wat ze met 2 vingers in de neus vaak doen. Ja. Omdat ze eigenlijk heel veel in hun rugzakje hebben zitten. Veel meer als iemand die uit het gewone burger in 1 keer bij de brandweer komt. Dat is toch een beetje jong geleerd is oud gedaan. Precies. Moeten deze jonge jongens en meiden ook gekeurd worden om bij de jeugdbrandweer te mogen? Nee, ja, misschien kun je er zelf eens over vertellen, Max, hoe jij jouw aanstellingsprocedure was. Ja, ik moest komen solliciteren en dan eerst helemaal vertellen wie ik ben en zo en waarom ik bij de jeugdbrandweer wou. Toen moest ik een aantal dingen doen om te laten zien dat je zeg maar weer daar kan. Oké. En wat moest je dan laten zien? Wat vinden ze belangrijk? Ja, moest ik slangen uitgooien en oprollen, een ladder beklimmen en spuiten. Is het dan ook belangrijk dat je bijvoorbeeld geen hoogtevrees hebt, dat je de ladder op durft of zo? Ja, ligt eraan. Denk het niet. Ik denk dat je wel gewoon geen hoogtevrees moet hebben. Terwijl het handigst is. Ja. Is het ook zo dat technisch inzicht belangrijk is? Of kun je echt stellen van, nou, we hebben nog verschillende rollen of taken of functies? Nee, als je kijkt naar het gewone brandweerkorps, daar heeft ook niet iedereen technisch inzicht, want er zitten ook bakkers bij en er zitten ook automonteuren. Dus ja, de ene heeft iets meer feeling met de techniek als de andere, maar het is absoluut geen vereiste. Ja. Nee, dus ja, een beetje vaardig is wel goed, maar goed, we leren ze ook heel veel. Dus, ja. Dus het is geen echte keuring die ze moeten doen, maar we doen meer maar proefjes om te kijken hoe handig ze zijn en, ja, en wat ze kunnen. Mag je ook al auto's openknippen? Ja, dat hebben we wel 1 keer gedaan al. Oh, dat lijkt me wel heel gaaf. Ja. Oké, wij gaan dadelijk meekijken naar een uitruk die jullie gaan doen. Een oefenuitruk natuurlijk. Ja. En ik ben heel benieuwd. Ja. Goed, goedenavond jongens. Vanavond weer jeugdbrandweer in Gaven. We gaan vanavond, de junioren gaan vanavond de inzetoefening doen. Aspiranten gaan onderdeel verkennen en deurprocedure beoefenen. We gaan zo meteen rustgevende pakken aandoen, opstellen voor controle en dan gaan we de oefening starten. Ja? Heb je nog vragen? Nee? Junioren, ik mag dan nu het pak gaan aandoen. Oké, 8. Controleer maar. Ja? Rust. Manschappen, plaats rust. De baas mag instappen voertuig. Manschappen instappen voertuig. Nu. Van de Graaf hier AC, je meldt uitgerukt voltallige bezetting opgegeven adres, dat is begrepen over.
AC, heeft u een waterwinning? Ja, jeugdbrand de Graven hier AC. Ja, de waterwinning is brandkraantje nummer 115. 30 meter voorbij het pand, de hoogte van huis nummer 6 over. AC, is dat bekend? Wat er precies brand? Ja, jeugdbrand de Graven hier AC. Ja, hij zou bezig zijn met de voorbereidingen voor het bakken van zijn brood, maar verder alles onbekend over. AC, zijn er politie en ambulance plaatsen over? Ja, Jeugdbrand de Graven hier AC. Ik ga de politie en de ambulance weer waarschuwen als u dat wil, over. Wel mooi zo de avond, hè? Hoeveel meter is het dan als het zand? We zijn de bovengrondsbrand aan, over. Ja, Jeugdbrand de Graven hier AC. Het betreft een ondergronds brandkraan. Ik denk een meter of 40, over. Ja, u van de Graven hier AC is correct, over. Jullie zijn met 3 en 4 waterwinning op alles. Hier staan we om de waterwinning gereed Mag ik even vragen waarom je dat water eruit laat stromen? Als het misschien vies is en moet onluchten. Toevoeging aankoppelen daarvan? Ja, hij lekt, dat zie ik. Maar dat geeft het. Je moet er ook wel. Onderstaan, toevoeging aankoppelen. Heb je gezien waar het brandt? Ja. Oké. Okay. Waar ga je mee tweede straal naartoe dadelijk? Wil je die ook hier hebben? Nee, naar achter. Goed zo. Dus je gaat eigenlijk 1 of 3 of 4 naar binnen sturen via de? Linkerhand regelen. De oefening van de jeugdbrandweer in Graven vond vanavond plaats bij bakkerij Bongaerts in Graven. Dit brandje is in ieder geval goed geblust, de manschappen gaan opruimen. Vind jij het nou ook heel erg leuk om bij de brandweer te gaan of wil je wat meer informatie?
Kijk dan op de Facebookpagina van Jeugdbrandweer Graven. Dankjewel voor het kijken.